In Rusland wordt op veel plekken de lockdown juist versoepeld. Opvallend, want er worden elke dag nog meer dan 8000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De Russische autoriteiten hebben een andere manier om ervoor te zorgen dat Russische coronapatiënten het virus niet verder verspreiden. Met een uitgebreid camerasysteem en een app. De overheid kijkt mee, maar dat gaat lang niet altijd goed. Zet een stap buiten de deur en je wordt gevolgd door honderdduizenden camera's die je gezicht herkennen. In Moskou zijn de autoriteiten al jarenlang bezig om dit traceersysteem uit te breiden. Het zou helpen om criminelen en terroristen op te sporen. Maar sinds kort is er een nieuwe groep verdachten, coronapatiënten. Zelfs met een mondkapje op is er geen ontkomen aan de alziende camera's. Maar voor de Russische overheid is dat niet genoeg. In bliksemtempo ontwikkelde het een nieuwe app die Russen met coronaklachten verplicht moeten installeren op hun telefoon. De app heeft non-stop toegang tot je locatie en eist dat je regelmatig een selfie stuurt. Doe je dat niet, dan word je automatisch bekeurd. Het systeem werkte zo. Als je een batterij hebt, straf. Вы не успели сделать вовремя селфи ночью. Штраф. Ирина weet er alles van. Ze zit in de risicogroep en moest dus verplicht de app installeren. Maar het lukte niet en dat kwam haar duur te staan. Я получила по электронной почте, что мне назначен штраф 4000 рублей. Я сначала думала, это розыгрыш, потому что я не могу самоизоляцию нарушить. Vanwege ernstige rugproblemen ligt ze namelijk al een jaar op bed. Что меня определяет, я не ходячий человек? Куда меня кто-то вынесет? Вы видели, что тут очень проблемно, что куда-то это нужно целую бригаду помощников организовать. Я была бы рада, если бы это было возможно. Ирина is lang niet de enige die de prijs betaalt voor het strenge Russische traceersysteem, terwijl het onduidelijk is of het wel werkt. Дело в том, что нет никаких доказательств того, что эти меры помогли сдержать до количества заболевших. При этом они достаточно серьезно ограничивают право на приватность. Russen zullen eraan moeten wennen, want zelfs al lijkt de coronapiek inmiddels achter de rug, het aantal camera's neemt alleen maar toe.